simmer in Friesland, maar nou even net. Het weer koud. De vierlepper ziet mij de moedsen op, de handen in de boezen en regelmatig moest er schoelen worden. Maar om kwartier voor achten wie het eindelijk droeg en koe Elsen in schoolplakken verlitten om toch nog een wedstrijd te leppen. Maar de hudde Siedwien zorgen ervoor dat er een soort sprongen misleren. Ja, dat is jammer. Ik wil wel graag voor de NK wil graag een paar leuke sprongen maken. Ja, dat zit er op beste manier naar in. Kjeld is dan lastig, maar wie maakt het bijna onmogelijk om hier lekker te springen. Eigenlijk niet te klappen. Dit is Annejet Leijenaar, regerend Friesk en Nederlands kampioene. Dit seizoen woen ze nog naar één wedstrijd. En de vraag is dan ook hoe het op dit stuit maar gaat. Nou, ik zit wat mooie blessures van mijn enkel. En nou ja, een soort drokte met squallen de laatste weken. Ja, dan komt je werk er nog bij en dan ga je als een paar weken fut. Dus het is al een soort samenloping van omstandigheden. En dan, dat maakt het heel moeilijk om dan goed te presteren voor mij. Het seizoen verrent dan ook moeizaam uit nota. En ook in deze wedstrijd die boetenpost komt ze net verder als tredje 24. Een tredje plak. Ze blesseert haar ook weer licht, dus zal geen finale springen. De concurrentie is dit lykwels clear. Want dit is Hiske Galema van de Houle. Zij springt voor Burgum en had al een soort wedstrijden de Friese trui om haar schouders. Zij komt hier naar 14:46 en verstevigt haar positie in het klassement. Ik ben van het winter met atletiek bezig geweest bij Drachten bij Impala. Hebben we vooral een protte dien om de oren dat die sneller wordt. En daardoor merk ik ook dat ik wat terjochter op erin en dat ik makkelijker de insprong pak. Ja, en de insprong is gewoon van sangrut belang. Als je een goede insprong haalt, dan pak je gewoon een volle, ja, pak je de meters wel, dan kom je makkelijker omhoog. En ik denk dat dat het resultaat uitleidt, zeg maar. De grote verrassing is lykwels deze Tessa Kramer van het Heidenskip. Zij springt een nieuw persoonlijk record van 14,61 meter, pakt haar eerste dijtitel hier. En lid de vestigde Wadder, Annejet Leijenaar en Hiske Galema zien dat ze rekken met haar horen kennen. In Holland wordt lykwels aardig verder leerd. Dit is op diezelfde dag in Linschoten werd Dimfy van Rooyen een nieuw Nederlands record leerd van maar liefst 16 meter 64. 12 meter verder dus als de vrouwen in Friesland. Ja, dat is echt een heel eind. En ja, een hele knappe prestatie, denk ik. Dimfy hier natuurlijk al twee keer eerder hoe de 16 sprong, maar dat ze het nou weer dat en Safi verbeterd, dat is echt heel goed. De Wien Ekleppers die de waarsomstandigheden wol in de macht hingen, liek als hier Gregor Boelens uit Baaien. Hij liep naar 16:69 en pakt zijn 9e titel op Riegen. Hij is gelijk een aantal klaar. Bij de junioren had Nart Bransma alle wedstrijden die ermee die je woon. Dat wien er 5 op Riegen. Maar de vakantie had een blijkbaar geen goede dingen. Hij geeft mij 12 weersprongen naar huis. En dat biedt mogelijkheden voor Hans Ulko de Boer van Jutriep. Want die leert in zijn tweede sprong naar 16:26 meter. De winnende afstand en hij mij de volgende wedstrijd de Friese trui oernemen. Ik ga wat langer concentreren. Ik knal er dan een geweldige sprong uit. De topklassers zien het dreig met de hudde wien. Het wie een hele tour om de stok rjocht naar de orenkant te krijgen. En de meeste sprong die misleren dan ik. We zeggen al Thomas Helmholt, hier is het Rijn van der Wal. En ik Hannes Kerjon, die zal op deze jongen twee keer te wetter gaan en dus net een afstand bieskruwen kennen. Nee, een soort levers hier in Leverhand dat deze wedstrijd al last worden weer en op een letter moment inhellen weer. Bart Helmholt wint hier wel met 18 jongen, maar is net echt tevreden. Er is eigenlijk net op te springen hier. Als je krijgt de pech als dat twee keer een hele harde vlaag is, dan haast je geen afstand. Want een tredde sprong zien we net. Dat is een keuze omdat het al door uitsteld was vanwege het Rijnwetter. Dus Hestel een sprong minder. En dan krijg je dan een peker zijn poester win over de neus. Ja, dat is net te springen. Wat voor waarde had zo'n wedstrijd dan nog? Het is een dagtitel. Het is wen turfke, zeg maar.